ik zo vriendelijk wil zijn om alvast in de polykliniek te gaan kijken of er nog een doktersjas voor u hangt in de juiste maat, dan ga ik even naar de patiënt en dan zien we elkaar vanmiddag wel weer. Ja, dat is prima. Oké, zeg, succes en tot de ja. Nou, dit is echt een heel ander baantje als dat ik gedacht had. Kijk, inderdaad, zo'n doktersjas. Nou zeg hé. Kijk hoor, ja die past. Moet je nou kijken, wat is dit nou joh? Dit is zo'n luisterding, weet je dat? Oh gelukkig. Mijn hartslag die zak gelukkig al een beetje. Hallo! Nou, dat doet ook echt pijn aan je oren. Hé, hey, ik hier de dokter? Dat is niet gek, zeg hé. Hé, bediend toch veel uit, moet je maar rekenen, hè? Denk toch dat het goed verdient. Maar weet je wat ik niet begrijp? Dat je met die papieren die ik heb, dat je dan gewoon dokter kan wezen. Nou, zou je natuurlijk wel wat bij moeten leren. Ah, nou ja, hij leert me toch? Hij gaat me toch alles leren? En als hij het niet weet, dan heb ik toch straks die zusjes nog achter de hand. Die zullen me toch ook kunnen helpen. Extra hulp op de eerste hulp. Waar gaat het stuk over? Het gaat over een ziekenhuis waar de mensen zeg maar bij de eerste hulp binnenkomen. En ja, die melden zich daar bij de balie, bij de zusters. Dus die klampen zich zo af en toe vast aan een dokter. En nou, er is een dokter die gepensioneerd wordt, dus er moet een nieuwe dokter komen. En ja, daar begint de verwarring. En daar gaat het mis op een of andere manier. Ja. Want in een stuk als dit, er gaat altijd bijna wel iets mis, hè? Dat klopt. Ja. Hallo. Bent u de dokter? Ik ben nog mensen. Oh, nou dan ben ik bij u verkeerd. Okay. Ja, ik moet namelijk weten. Mijn buurvrouwtje heeft zo last van haar maag. Toen bleek ze toch een enorme maagzweet. Oh, nee, ja, ik had het met haar. Het gaat heel goed met haar. Sorry. Ja, maar sinds zij erover sprak, heb ik heel erg last van mijn maag. Wat denkt u, dokter? Heb ik ook een maagzweer? Nou, dat kan ook iets heel anders zijn hoor. Oh ja? Ja, ik moet ook iets verkeerds gegeten hebben. Ben je natuurlijk misselijk? Ja. Oh ja, nu dat u erover begint. Oh ja, oh mens, en wat ben ik misselijk. Maar, dan kunt u misschien nog wel even wachten zijn. Zwanger? Komt u iets schoppen? Ja. Ja, nou dat u het zegt. Ach, koedie. Ja. Nou, ik moet het niet gewoon zeggen, want ik ben druk, hè. Ja. Ik moet zo naar de golftraining, dus de dokter komt er zo aan. Ja, fijn hoor. Dus ik ga wel hoor. Ja, dank u wel. Ja, misschien wel gefeliciteerd, hè. Ja, dank u wel. Oh, ik ben zwanger. Oh ja, natuurlijk ben ik zwanger. Ja, god, wanneer is dat dan gebeurd? Jeetje. Ach, mevrouw Duinhoort. Ja, u ook weer hier. Ja. En wat is er vandaag aan de hand? Nou, ik kwam eigenlijk, ik ben zwanger. Oké. Ja. Het is op iedere dag weer wat anders, hè? Ja. Maar vandaag zwanger. Ja. Gauw zitten, de dokter komt zo. Ja, fijn hoor. Maar laat hem alsjeblieft opschieten. Ik denk dat ik namelijk mijn vliezen ga doen. Jullie zijn als sociaalschap echt gespecialiseerd in dit genre, in kluchten. En daar doen jullie het goed in, want daar is altijd belangstelling voor, hè? Klopt. Dat is een bewuste keuze. Ja, dat is inderdaad een bewuste keuze. Dat is echt ons publiek die daarvoor komt. Ja. Ja. En tegelijkertijd, het spelen van een klucht, het is geen gemakkelijk genre. Nee, dat klopt. Het is belangrijk om er veel snelheid in te houden en de humor erin te houden. Maar dat
Gaat goed. Dat gaat goed. Dat gaat goed. Jullie zijn nu nog een paar weken voor de première. Ja. De datum? De datum. Wanneer wordt die uitgevoerd hier in Theater Cultura? 27 en 28 oktober om 8 uur. 3 en 4 november om 8 uur. En we hebben dit keer ook voor het eerst een zondagmiddagvoorstelling. En die is om 2 uur. En dat alles in Theater Cultura. Het is alles hier Noordorp. In Noordorp. De kaarten zijn hier te krijgen, maar ook op jullie website, denk ik. Ja, www.hetvoetlicht.com. Succes. Dankjewel. Dankjewel.